Chris van Oppen, u staat weer voor Zesdaagse. Veel werk voor jou. Ja, dus de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dit is de laatste week voor de Zesdaagse. Altijd zeer hectisch. En nu zeker ook naar de persconferentie. Dus dat is natuurlijk nog een extra wat heel veel werk met zich meebrengt. Hoe lang is de mens daarmee bezig met zoiets? Dat is zeer moeilijk in te schatten, want eigenlijk beginnen wij al redelijk snel na afloop van de Zesdaagse terug met de volgende editie. Te kijken, oké, hoe gaan we het, wat gaan we doen met het concept, wat doen we met de prijzen en zo verder. Naar het bedrijfsleven toe. Dan moet je natuurlijk iemand op voorhand contacteren. Die worden al in de loop van maart, april, krijgen ze al een folder in de bus en worden ze gecontacteerd. En naar de partners toe, de partners zelf toe, die worden ook al vanaf het begin van het jaar terug gecontacteerd en bekijken of er verdere samenwerking mogelijk is. Ook tijdens de Zesdaagse zelf heeft u het druk, hè? Altijd, weinig beschikbaar. Ja, dan is het heel moeilijk om mij te pakken te krijgen. Dat is normaal. Iedereen moet dan iets van je hebben. Dus. Wat moeten die hebben? Kaarten, parkingkaarten, badges, informatie, wisselgeld, allerhande zaken. Is dat moeilijk bij te houden? Ik moet zeggen, voor mij is het nu de 7e editie van de Zesdaagse. En het eerste jaar is het natuurlijk veel moeilijker dan na x aantal jaren. Maar het blijft natuurlijk een hectische week. Maar we blijven rustig. Dus dat is de belangrijkste boodschap. Als je rustig blijft, dan lukt dat wel.